Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de Wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestein en de Wijk in boekvorm. Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. Nu in de boekwinkel. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is vrijdag 27 januari 2023. Vrijdag. En dat betekent dat naast mij zit in de studio Nina van den Dungen. En goedemorgen, Bas. Nina, goedemorgen. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. De Tweede Kamer maakt zich zorgen om de privacy als het gaat om nieuwe anti-witwasmaatregelen. Cijfers van Intel vallen vies tegen, maar die van Chevron die vallen vies mee. Inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag en die begint vandaag in Washington. Want daar is een delegatie van onze regering met Amerikanen aan het praten. En het lijkt erop dat er een akkoord wordt bereikt over het instellen van exportbeperkingen voor bepaalde chiptechnologie richting China. Rutte was daar al vorige week voor op bezoek bij Biden. En toen werd al gesproken over wat gaan we doen met, en dan gaat het heel concreet, over de waferstappers, de chiptechnologie machines die het Veldhovense ASML bouwt. Ja, politiek verslaggever van het FD, onze collega Bas Knoop, die volgt het dossier, schreef er een stuk over, staat vandaag in de krant en is nu bij ons. Bas, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Weten we al hoe die deal eruit gaat zien of niet? Nee, was het maar waar. Ja. Daarover hult iedereen zich in Den Haag in stilzwijgen. Mm-hmm. We weten alleen dat er gesproken gaat worden en dat er mogelijk een stap gezet gaat worden op weg naar een akkoord met de Amerikanen. Ja, en dat akkoord kan omvat wat? Want we weten die EUV's, die Extreme Ultraviolet Machines, zeg maar de allermooiste technologie die ASML bouwt in zijn chipmachines, die mag al niet naar China. Maar één stapje daaronder, de DUV's, de Deep Ultraviolet machines, daar gaat het in dit geval specifiek om, hè, begrijp ik. Ja, dat klopt. Dat is de wat oudere technologie. Nog steeds zeer geavanceerd, hoor je dan meteen tech-experts zeggen. Ja. Die DUV-chips die zitten bijvoorbeeld in huistuin- en keukenapparatuur, maar kunnen ook gebruikt worden met de juiste technologie in wapensystemen. Ja. Dus de Amerikanen die voeren al langere tijd druk op Nederland, maar ook op Japan, Taiwan, Zuid-Korea, om de export ook van die chipmachines naar China te gaan blokkeren. Uit vrees dat de Chinezen die chips ook gaan gebruiken in hun wapensystemen. Ja, en hoe ga je dat dan afspreken? Ga je dan gewoon blunt zeggen, hè, zou dat een onderdeel van de deal kunnen zijn, DUV-machines van de ASML mogen niet meer naar China? Nee, zo werkt het niet. Het verlenen van exportvergunningen is een nationale aangelegenheid, waar een lidstaat dus zelf over gaat. Ja. Bij EUV is het ook zo dat Nederland nu besloten heeft om de aanvraag van ASML voor een exportvergunning on hold te zetten. Ja. Dus dat wordt eigenlijk gewoon niet behandeld. Voor DUV is op dit moment geen exportvergunning meer nodig. Eigenlijk al sinds 2014 niet meer. Wat in het verleden wel kon, is dat dan de technologie op de zogeheten lijst van Wassenaar komt te staan. Het Wassenaar Arrangement. Ja. Dat is een internationaal verdrag tussen 42 landen, waarin afspraken worden gemaakt om de export te beperken van goederen en technologieën die zowel militair als commercieel worden gebruikt. Daar zou DUV weer op kunnen worden gezet. Ja. Waar niet dat verdrag eigenlijk een beetje op zijn gat ligt, doordat Rusland en Belarus ook lid zijn van dat verdrag. Dat verdrag. En, ja, op dit moment wordt er niet heel veel meer onderhandeld met die landen. Zeker niet als het gaat om dit soort gevoelige onderwerpen. Nee, maar is die technologie dan niet al lang in China als het al verouderd is? Ze hebben het al lang, zou je zeggen. Ja, dat klopt. Er zijn zeker al DUV-machines in China. Er speelt natuurlijk ook nog iets anders mee dan alleen het militaire component. Amerika wil ook voorkomen dat China Amerika technologisch naar de kroon steekt. Dus als er heel veel DUV-machines nog naar China gaan, betekent het dat China ook een steeds grotere rol krijgt in het produceren van chips. Precies, ze worden een grote producent. Hè? Nou is de grote vraag, dat zeg je ook in je artikel in de krant vandaag, of Nederland en Amerika straks regels gaan stellen over de export van het type chiptechnologie, of
dat het komt inderdaad tot concrete afspraken over welke machines wel en niet naar China kunnen. Ja. Waar hangt dat op? Ja, dat is dus de vraag dat zou Peter Wenning, het CEO van ASML, ook graag willen weten. Ja. Zo zei hij nog afgelopen woensdag, was het geloof ik, bij de presentatie van de jongste kwartaalcijfers. Het is heel onduidelijk welke criteria de Amerikanen nu hanteren. Ze hebben in oktober hun eigen chipindustrie al verregaande beperkingen opgelegd. Maar ja, ook daar is niet echt duidelijk wat nou precies de consequenties daarvan zijn. Mm-hmm. De verwachting is overigens ook niet, als er een akkoord wordt gesloten, dat minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel, die hier formeel over gaat, dan een persconferentie gaat geven of een uitgebreide kamerbrief gaat sturen. Mm. Dit gebeurt echt in stilzwijgen. Ja. We zijn eigenlijk afhankelijk van het strategisch lekken van de betrokkenen. Ja. Eén belangrijk ding, ik sprak Wenning afgelopen woensdag over zijn cijfers, en juist over deze kwestie ook. En ik vroeg hem toen, hoe groot is het aantal Chinese bestellingen in je orderboek voor DUV-machines? Ze zijn nu nou eens 15%. En als je dan kijkt naar de totale omzet per jaar, dan komt dat neer op een omzet van 8 miljard euro. Dat is niet weinig. Op het moment dat je dat niet meer mag exporteren, ja, wat dan? Dat scheelt je omzet. Dat scheelt omzet. Het is wel zo dat ASML het orderboek goed gevuld heeft. Dat klopt. Dus, de machines zouden ook, ik wil niet zeggen met gemak, maar die kunnen ook naar andere vragers worden geëxporteerd. Maar China is voor ASML wel een groeimarkt. Ja. En het gaat natuurlijk ook voor Nederland bij de afweging die nu wordt gemaakt, ook om het feit van, ja, gaan we nu niet een stap te ver? Hè? Wat betekent dit voor de toeleveringsketen? Hè? China produceert veel chips die ook in onze huis, tuin en keukenapparatuur zitten. En bovendien zijn we ook nog op het gebied van zeldzame aardmetalen. Zoals bijvoorbeeld de grondstoffen voor onze windturbines, voor de batterij voor elektrische auto's. Zijn we afhankelijk van China? Wat gaat China doen als wij de export verder beperken? Trekken ze dan hun grondstoffenkaart? Dus dat zijn allemaal belangen die meespelen nu in de huidige onderhandelingen. Ja, we gaan er niets over horen tenzij er wat gelekt wordt dus. Zeker. Dankjewel. Bas Knoop is politiek verslaggever bij het FD. De flexibele interventieteams, FIT, van de politie hebben bij het controleren van voertuigen op de weg in het afgelopen jaar 12,5 miljoen euro cash in beslag genomen en 193 wapens gevonden, schrijft de Telegraaf. Ja, en dat is echt een record, dus ze zijn heel tevreden daar. 193 wapens in totaal, waarvan 50 vuurwapens. Een paar jaar geleden, even ter vergelijking, ging het nog om 10 wapens die het FIT vond. Er werden bijvoorbeeld ook meerdere keren zware explosieven onderschept, zoals Semtex. Leuk. En daarnaast, ja, heel, heel prettig. Daarnaast werden er ook nog eens een paar bijna 1000 verdachten opgepakt op de weg. En daaronder waren 97 mensen die op de Most Wanted list van Nederland stonden. Dus dat is inderdaad een mooie vangst. Dan was er natuurlijk ook nog een aardige partij hard- en softdrugs gevonden. Ruim 3000 kilo. En de criminelen, die worden steeds slimmer. Dat is duidelijk geworden. Teamlid Peter van Pelt zegt tegen de krant dat het 10 jaar geleden nog ging om een Tupperware bakje. Dat was vastgemaakt aan een bodemplaat. En daarin kon je dan het een en ander verstoppen. Maar tegenwoordig zijn het ingenieuze elektronische systemen die vakkundig zijn weggestopt in die auto's. Dus een auto even doorzoeken of iemand fouilleren. Dat kan het FIT niet. Er wordt gebruik gemaakt van bevoegdheden zodat het wel mogelijk is. Dus een wagen aan de kant zetten kan op basis van een kenteken met een registratie bijvoorbeeld en de wegenverkeerswet. Een automobilist die te hard rijdt of belt, die kan ook reden zijn voor een controle. Dus dat is dan nog wel even. Dat moeten de criminelen nog even leren. Precies, te hard rijden, niet bellen. Nee, dat is niet handig. Een schip dat 4 jaar geleden voor de zuidkust van Engeland werd ontdekt blijkt een Nederlands oorlogsschip te zijn uit de 17e eeuw. Wat dat ding daar precies deed, dat hoor je zo. Ochtendnieuws. Ja, de Tweede Kamer worstelt met de anti-witwaswet. Het idee is dat banken gezamenlijk transacties gaan monitoren om zo crimineel geld te onderscheppen. Nu moeten ze dat nog ieder voor zich doen. En dat betekent dat al die grootbanken legers hebben van mensen die transacties doornemen om te kijken of die dubieus zijn of niet. Maar
ze hebben zelf de wens uitgesproken om dat op één hoop te gooien. Met z'n allen te gaan monitoren. En ook elkaar te vertellen als er iets aan de hand is met een bepaalde rekeninghouder. Want ja, die kan misschien bij een andere bank ook eens proberen of hij daar zijn centen kan witwassen. Nou, vraag is of het recht op privacy in de wet wel genoeg wordt gewaarborgd. Politiek verslaggever Lene Beekman sprak daarover met VVD-Kamerlid Eelco Heijnen. Wat wij uiteindelijk willen is de pakkans van crimineel geld willen we vergroten. Dus nu zie je dat maar 2% van het crimineel vermogen we in beeld hebben en we kunnen zien en afpakken. Dus 98% van het geld wat illegaal is, verdwijnt nu nog steeds in zakken van criminelen en terroristen. Maar dan zit de Kamer wel in de spagaat. Aan de ene kant het recht op privacy moet gewaarborgd worden. Maar ja, het doel is het witwassen aanpakken. Ja, dit is natuurlijk het eeuwige dilemma waar je voor staat. En privacy enerzijds en veiligheid anderzijds. Dus je moet met elkaar het debat aangaan. Iedereen wil dat Nederland veiliger wordt. Iedereen wil die criminelen aanpakken. Maar we willen natuurlijk ook waarborgen dat ons privacy natuurlijk wel gewaarborgd blijft. Maar dan kan de overheid in alle tijden meekijken met alle transacties die gedaan worden? Nou, de overheid sowieso niet, maar de banken hebben op dit moment een plicht om wel transacties die verdacht zijn, zoals op meerdere transacties van een bepaalde persoon, illegale transacties, dat daar meldingen afgaan, dat je verder kan graven wat gebeurt daar nou. Toch maakt de autoriteit persoonsgegevens zich ernstige zorgen, juist op het punt van privacy. Ja, dat is echt waar het debat nu om gaat. Want iedereen wil natuurlijk die criminelen aanpakken, dat verdachte geldstromen in beeld zijn en dat we dat kunnen tegenhouden. Maar het zijn natuurlijk ook zorgen over privacy. Ja, en dat is echt waar het debat over gaat. De autoriteitspersoonsgegevens had de kritische noten gekraakt. Maar vanuit de sector kwamen ook wel geluiden van ja, de feiten waarop die zijn gebaseerd, die kloppen niet helemaal. Is vandaag ook de vraag opgeworpen, onder andere vanuit een wetenschappelijke studie die gedaan is in opdracht van de Tweede Kamer. Of het wel duidelijk genoeg aangetoond is dat het ook echt iets gaat opleveren. Nou, de wetenschappers, we hebben een wetenschapstoets gedaan. Dus ook onafhankelijke experts vragen, hoe kijken jullie daar net aan? Dus niet aan de sector zelf, maar aan de hoogleraren. En die zeiden van ja, eigenlijk wat wij zien, zou je nog veel meer moeten monitoren. Want wat je ziet, is er zit nu in de wet een grens van 100 euro. Maar wat je natuurlijk gaat krijgen, is dat mensen die kwaad willen, die gaan hun transacties opknippen op 90 euro. En dan verdwijnen ze ook weer uit beeld. Zij zeggen, ja, eigenlijk is die 100 euro grens, ja, dat leidt natuurlijk toe dat de criminelen daar weer misbruik van gaan maken. Ze zeiden er ook bij, het is heel lastig om te monitoren wat het oplevert. En dat moet je van tevoren wel goed weten. Ja, en dit is natuurlijk de crux. Uiteindelijk, wat je ziet, gaat die 2%, dat aantal wat wij nu in beeld hebben, wat we opsporen, dat moet omhoog. Tegelijkertijd, Nederland doet het al vrij goed internationaal, maar het moet natuurlijk echt meer. En dat moet je wel goed monitoren. Leidt die wet uiteindelijk toe dat ook dat geld wat je pakt, dat omhoog gaat? Want als dat niet daartoe leidt, ja, dan moet je de wet ook niet aannemen. Is de VVD er al over uit? Wat belangrijker is, de pakkans bij de criminelen of het recht op privacy? Nou, voor mij is Nederland, we moeten Nederland veilig houden. En ik vind dat die veiligheid echt op dit moment beter moet als het gaat om het crimineel geld. Als ze maar 2% opsporen, dan gaat er gewoon iets niet goed. Maar dat betekent niet dat je de privacy op voorhand overboord moet gooien. Dus je moet heel zorgvuldig dit debat met elkaar aangaan. Waarborgen in de wet hebben dat die privacy beschermd zijn. Maar ik denk wel dat we meer moeten monitoren, meer data moeten delen om die criminelen in het vizier te krijgen. Nou, zei VVD-Kamerlid Eelco Heijnen tegen politiek verslaggever Leenert Beekman. Die anti-witwas is er dus voorlopig nog niet. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe het plan er definitief uit gaat zien. Ja, en dan gaan we naar Lightyear. De fabrikant van, althans, dat zouden ze ooit worden, van de zonneauto's. Maar ja, failliet. En nu is de curator met spoed op zoek naar investeerders met heel veel geld om het bedrijf te redden, meldt het FD. Ja, dochterbedrijf Atlas Technologies is gisteren failliet verklaard, wat je zei. Nou, ja. Een Lightyear die dreigt dat dochterbedrijf nu te volgen. Bronnen rondom dat bedrijf melden aan het FD dat het tot kort voor de surseance nog in gesprek was over een nieuwe kapitaalinjectie van 100 miljoen euro om de productie door te zetten van die auto. Dat lukt niet. Toen is besloten om uitstel van betaling aan te vragen voor Atlas. En de curator, Reinoud van Oeien, die hoopt nu dat er durven investeerders zich gaan melden. Zijn voorkeur gaat uit naar één investeerder of een groep die in één keer de oplossingen aandraagt. En hij zegt dat moet heel snel, er moet heel snel duidelijkheid komen om te zorgen dat de rest van het bedrijf niet door Atlas wordt meegesleurd. Nou, bij dat faillissement verliezen namelijk meer dan 600 mensen hun baan. De productie van die auto was natuurlijk hartstikke duur. Komt onder andere door de snel gestegen kosten van materiaal. En de medeoprichter die zegt tegen de krant dat er afgelopen maanden maar een paar auto's werden geproduceerd. En het geld was veel eerder op natuurlijk dan de bedoeling was. Ja, precies. Maar dat komt ook omdat Lightyear nog nooit een auto gebouwd heeft. En de auto's bouwen is niet iets wat je op een achternamiddag op je zolderkamertje doet. Het is inderdaad eventjes goed aan het werk. Uiteindelijk ging die auto $250.000 kosten. De Launch Edition, de Lightyear Zero. Er werd één type overgeslagen en de Lightyear 2 zou er dan moeten komen.
komen. Die zou €30.000 gaan kosten, maar die werd ineens $40.000. Het bedrijf blijft daar wel op inzetten. Het duurt 2 jaar voordat de productie van dat model kan starten, als het ooit zover komt. Want vindbaar is een investeerder voor een bedrijf wat nu al 4 lekke banden heeft en probeert de snelweg op te draaien. Oliemoloch Chevron zal vandaag naar verwachting een winstverdubbeling over het afgelopen jaar rapporteren. Nou, de winst komt dan uit op omgerekend €34 miljard. Maar opmerkelijk is dat het bedrijf dat geld niet gebruikt om bijvoorbeeld de productie op te schroeven of anderszins te investeren in het eigen bedrijf. Nee, in plaats daarvan komt er een opkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van €69 miljard. Hallo. En daarmee verhoogt het ook zijn 3-maandelijkse aandeelhoudersdividend. En dat oogst kritiek van het Witte Huis dat de grote oliebedrijven eerder opriep om de productie op te schroeven, om zo die uit de pan gerezen prijs aan de pomp voor de klanten naar beneden te krijgen. Die prijs aan de pomp bedraagt nu zo'n $4 voor een gallon, omgerekend €1 per liter. Wij zouden er hard om lachen. Voor doen, nou. Ja, maar het is sinds de oorlog in Oekraïne is die prijs ongelooflijk gestegen en stijgt door. Ja. Meer olieproductie, dat weet je, Nina, zou de inflatie kunnen terugdringen. Maar zoals een woordvoerder van het Witte Huis zegt, dit is een vreemde manier om te laten zien dat een bedrijf zich het lot van de gewone Amerikanen aantrekt. Het beweerde er eerst alles aan te doen om de olieproductie te verhogen, maar deelt nu €69 miljard uit aan leidinggevende en rijke aandeelhouders zonder zich te bekommeren om de portemonnee van Joe de Plammer. Amerikaanse chipproducent Intel heeft in het 4e kwartaal van vorig jaar de omzet hard zien dalen. Die ging met 32% omlaag naar $14 miljard... in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2022 was er een daling van de inkomsten met 20% tot €63,1 miljard. In de nabeurshandel moest het aandeel dan ook fors terug. 9,5% ging eraf. Reiner Wietsma is portfolio manager bij IBS Capital Management nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de CEO, Pat Gelsinger, die zegt: "We stumbled right, we lost share, we lost momentum." Hoe komt dit? Nou, dan moeten we al een tijdje terug in de tijd. Waar Intel eigenlijk het voorlopen op het maken van computerchips is verloren aan vooral Taiwan Semiconductor en Samsung. Ja. En in dat proces zitten ze nog steeds. Het enige vervelende voor Intel is dat er tegelijkertijd een enorme draai in de computermarkt achteraan komt. Waarbij we natuurlijk eerst in de coronapandemie allemaal nieuwe PC's, telefoons, laptops hebben gekocht. Ja. En dat valt nu ook weg. Combineer het met het feit dat ze achterlopen in de datacenters, waar bijvoorbeeld AMD ze heel erg inhaalt. En dan heb je een perfecte storm. Dus je bent achter gaan lopen en tegelijkertijd draait de markt ook onder je weg. En dan heb je een kwartaal dat slechter dan slecht was het eigenlijk gisteravond. Ja, en dat is dus een beetje het verhaal van hoe gaan we dit draaien? Heeft de CEO er iets over gezegd? Nou, relatief weinig. Het is nu vooral, het voelt een beetje als kitchen sinking, maar dat is een beetje raar als je al 2 jaar er niet bent. Ja. Want alles wordt uit de kast getrokken en het komende kwartaal wordt verwacht dat het echt heel slecht is. Dus meer een halvering in 2 jaar als het gaat om omzet. En verder willen ze wel dividend blijven betalen, ondanks dat ze nu ook forse verliezen ingaan. Zo. Ze hebben even geleden hun guidance al gegeven wat ze willen gaan doen. Ze willen gelijk op Taiwan Semiconductor en blijven lijken op Intel. Ja, maar dat kost ongelooflijk veel geld. En met de cijfers die ze nu rapporteren wordt het natuurlijk steeds kwetsbaarder om dat ook tot een succes te brengen. Ja, nou willen ze een hypermoderne chipfabriek in Duitsland gaan bouwen. Ja. Gaat dat lukken? Nou, het zou best kunnen dat het lukt, alleen de vraag is of je dan tegen de tijd dat je klaar kunt bouwen nog steeds alweer een fabriek hebt die voorloopt op wat Taiwan Semiconductor doet. Ja. En de financiële positie, ja, daar moet dan een hoop geld bij van subsidies in de politiek. Dat soort processen gaan meestal ook niet zo snel. Dus je bent een hele moeilijke race aan het lopen. Ja, het gek is, waarom kun je dividend uit als je kan investeren in je eigen bedrijf? Hè? Je zal dus nieuwe wafers hebben. Je moet even naar Veldhoven, denk ik, om nieuwe spullen bij ASML te bestellen. Je moet investeren in een fabriek. Waarom dan dividend? Dat is toch dom? Nou ja, dat voelde ze inderdaad, want in Veldhoven zal een bonnetje niet mis zijn. Ja. En daarbij gecombineerd, dit jaar willen ze 3 miljard bezuinigen en tot 2025 8 tot 10 miljard. Tegelijkertijd geven ze inderdaad 6 miljard uit dit jaar aan dividend. Ja. Dat komt onder druk te staan. En het feit dat daar ook natuurlijk steeds meer vragen over worden gesteld door analisten geeft wel aan dat het speelt. Nu zeggen ze, we zijn een gedisciplineerde capital allocator, zoals ze mooi heet. Dus we willen goed met ons geld omgaan. Maar daar komt natuurlijk steeds meer druk op. En met dit soort cijfers wordt het ook op een gegeven moment onhoudbaar. Dan zijn die heilige huisjes een keer niet meer heilig. Ja, toch, hè, die chipsector, je zegt al, die is geweldig aan het draaien. Die doet het anders. Hè. Apple ontwikkelt zijn eigen chips tegenwoordig. De fabrikage vindt op andere plekken plaats. Is Intel
nog in staat om het schip te keren? Of is het gewoon, kijken wij naar een ongeluk in een tunnel in slow motion? Nou, tot nu toe wel, dat tweede. Ja. Dat eerste, dat is inderdaad, daar zijn ze nu hard mee bezig. En dat zal natuurlijk ook deels politiek gedreven zijn. Want de Amerikanen zijn natuurlijk ook hard bezig om te zorgen dat de Chinezen ze niet links en rechts inhalen. Maar TSMC is natuurlijk verder, blijft zichzelf doorontwikkelen en loopt dan ook ver voor in de productie. En het is moeilijk om een target in te halen dat zelf ook het nog vooruit beweegt. En dat is eigenlijk waar we naar zitten te kijken. Ja, ja. En dat gaat nog wel een paar jaar duren voordat ze weer terug zijn op de plek waar ze waren. Dank, Reiner Wietsbuis, portfolio manager bij IBS Capital Management. En dan? Wat er vandaag in Den Haag gebeurt, dat willen we weten. Dat horen we van politiek verslaggever Leenert Beekman. Goedemorgen, het is vrijdag en dat betekent geen vergaderingen in de Tweede Kamer. Er wordt wel een werkbezoek afgelegd aan West-Brabant om te kijken wat de gevolgen zijn van de drugscriminaliteit. En natuurlijk vergadert de ministerraad wel. Waarna minister-president Mark Rutte de wekelijkse persconferentie geeft. En dan vandaag, bij de Friday Move vanuit het PSV-stadion, spreekt Wilfred Gené met Klaas Dijkhoff, oud-fractievoorzitter van de VVD, en met de huidige fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Atje Kuiken. En natuurlijk is daar ook onze eigen politiek verslaggever Sophie van Leeuwen bij. Dit en meer vandaag in Den Haag. Ja, gebeurt er weer eens wat in het PSV-stadion wat wel positief is. We gaan koppen snellen. Nou, het AD. Gapende kloof tussen stad, platteland en politiek. Vooral de boeren lijken zich af te keren van andere groepen in de samenleving. Zo blijkt uit nieuw onderzoek. Ja, en ook in het AD. Schiphol kan doorgaan met het uitkopen van boeren. Meerderheid in de Tweede Kamer riep de verantwoordelijke minister Mark Harbers op om de uitkoop alsnog aan te pakken. Maar ja, helaas, dat kan het kabinet niet. Trouw, de linkse partijen zijn nog niet akkoord met het schrappen van de salderingsregeling bij zonnepanelen. Vooral de linkse partijen die zijn het er niet mee eens. Voordat zij akkoord gaan, PvdA en GroenLinks bijvoorbeeld, willen eerst zeker weten dat huurhuizen ook meer zonnepanelen op het dak krijgen. Ja, en Brussel heeft moeite handelsakkoorden te sluiten vanwege de strenge milieu- en arbeidseisen. En dat komt met name doordat veel landen in Azië en Afrika het niet eens zijn met de milieuregels die de EU voorstelt. Staat in het FD. En dan de Telegraaf, de groei van postpakketjes met drugs, dat zien we, dat ziet de douane. Minister Jessilgus van Justitie die probeert de illegale posthandel met een miljoeneninvestering en extra controles de kop in te drukken. Ja, je kan als Australië leuk met een webshopje, kan je even wat amfetamine, MDMA bestellen in Hartstikke Nederland. In de envelop krijg ik thuis geduurd. En dan nog in de Financiële Telegraaf. Verkopers zijn de dupe van een BTW-fout bij bol.com. Bedrijven die hun spullen verkopen via dat platform, bol.com, hebben deze maand een naheffing van duizenden euro's ontvangen, omdat ze geen BTW inhielden op PostNL verzendzegels. Oh. Oeps, dat doet pijn. En dan nog even naar dit. Een scheepswrak dat in 2019 voor de kust van Engeland werd ontdekt, voor de Zuidkust, dat blijkt het schip Klein Hollandia te zijn. Dat is een schip, een Nederlands oorlogsschip uit de 17e eeuw. Zegt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. We hebben een onderzoek gedaan met Nederlandse en Britse maritieme archeologen. Ligt op 32 meter diep, dus helemaal niet zo diep. Nee, dat is helemaal niet diep. Voor de kust van Eastbourne in East Sussex. Nou, het team kon dat schip identificeren door bewijs te verzamelen, bijvoorbeeld van het hout wat gebruikt is. En als je dan jaarringen onderzoekt, nou, dan zie je dat die uit die tijd moet zijn gekomen, is gebouwd in 1656 en was eigendom van de Admiraliteit Rotterdam, is in 72 van dat jaar, 1672, van die eeuw moet ik zeggen, gezonken en was betrokken bij alle grote zeeslagen in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. En die duurde tot 1667. En dan denk je, huh? Hoe kan dat nou, ja? Dat ding is dus daarna gezonken. Nou, de staat is opmerkelijk goed. Kan een schat aan informatie opleveren over hoe 17e-eeuwse Nederlandse oorlogsschepen werden gebouwd. Mark Beatty Edwards van de Nautical Archaeology Society prijst de indrukwekkende hoeveelheid onderdelen van de houtromp, het scheepsgeschut, de prachtige sneden marmeren tegels. Ja, die waren dan weer bestemd voor dure huizen in Nederland en allerlei aardewerken vondsten. Hij werd dus, dat is wel geestig, kennelijk gebruikt dus om ook spullen te transporteren. Ja. En dus na die Engelse zeeslag werden oude oorlogsbodems ingezet om dure spullen te vervoeren naar de Britten. Ja, koopman en soldaat kunnen we nog aan toevoegen voor Nederland. Rotterdammers althans, daar gaat het om. Eén gratis bier voor iedereen is de podcast waarin we onderzoeken of politici dat wat ze beloven financieel ook waar kunnen maken. Noem het de financiële kieswijze van BNR. Mijn naam is Esther van Rijswijk en ik duik samen met VU-hoogleraar Bas Jacobs in de partijprogramma's. Economenplatform ESB en Denktank IPE duiken mee. Vanaf nu in je favoriete podcast-app. Abonneer en mis niets.